Nou, zoals beloofd, het is dus zondag. Ga ik jullie meenemen in de shout-out voor de YouTubers. En ik ben ook weer aardig wat voor uitgelopen, want ik heb aardig alweer wat nieuwe YouTube-abonnees erbij. Ik heb nu 234. Dit is ook gelijk die dus zometeen nog online komt, dus... Ik ga eventjes even wat zoeken en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Nou, ik heb eventjes een leuke selectie gemaakt voor jullie. Ja, ik ga eventjes het alvast even opzoeken. Ja, even een aantal x opzoeken. Ja, voor de mensen die het al weten en zo knol, daar kijk ik ook elke dag naar. Elke dag om 4 uur heeft hij dus een nieuwe video. Ik zal eventjes mijn camera draaien en dan... Laat ik zijn YouTube kanaal zien. Nou, zoals beloofd heb ik even mijn camera gedraaid. En dit is dus Enzo Knol. Elke dag 4 uur een nieuwe video. Nou, en dan heeft hij... Hij doet dat goed hoor, moet ik zeggen. Ja, dus een dikke duim voor Enzo. En ja, hij is gewoon weer samen met zijn vriendin D. Daar ben ik ook wel weer blij mee, want het was breaking nieuws dat het uit was, maar... En leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag was het code rood. Er is heel erg veel gebeurd en ik wil een paar van die dingen vandaag met jullie doornemen. En laten we beginnen met iets grappigs en dat was van NS Online. Die zijn namelijk Alphen aan de Rijn, Gouda, er rijden geen treinen meer hier vanwege een aanrijding met een trampoline. Juist, word je 's ochtends wakker... Dan kijk je even op je mobiel op social media en dan zie je dus dat er een aanrijding is met een trampoline. Ik vond het nogal komisch, maar niet alles wat vandaag gebeurd is, is komisch. Er zijn helaas ook wat hele vervelende ongevallen geweest. Dus dat vind ik heel erg spijtig om te zien. Ik ga jullie gewoon meenemen. Hier nog even een foto trouwens die een vriend van mij stuurde. Hij zei, want hij woont in het noorden, hier is het ook ontzettend heftig geweest. Kijk maar even naar deze foto van mijn tuin. Hier zie je een stoel die is omgewaaid van hem. En we hebben ook trouwens nog in het noorden boeren, koeien. Ik kom zelf uit het noorden, dus ja, moet je eens even kijken naar deze foto, mijn jong. Daar zie je gewoon een koe vliegen. Ja, normaal gesproken dan staan die in een weiland, wordt die hem gemolken. Maar nu zie je hem gewoon vliegen. Niet best. En voor de eigenaar van deze Tesla, je hebt heel erg veel geluk gehad, want het scheelde niet veel. Of dit... kwam op je dak. Die heeft heel erg veel geluk gehad. Maar deze bus die heeft iets minder geluk gehad. Nou, dan zet ik hem even een beetje door. Gaat eraf waaien. Kijk, nou, dit heeft iedereen wel, denk ik, ongeveer gezien. Holy shit. Oh my god. Ik besefte me later pas dat daar een dak op wordt. Dat gewoon het hele dak eraf was. Holy shit. Gewoon aan het werk gaat, buiten. Hij durft... Nou, dit is dus Enzo, wat ik dus al zei, ja. Of nou ja, mooi op zijn zijkant, ik weet niet wat dan... Help hem! Ja, goed zo. Hey, hebben we hier de andere kant van de containers? Is dit een ander perspectief? Ja joh. Zo! Bam! Nou, dan ga ik even naar zijn eigen kanaal. Nou, hij heeft aardig wat video's volgens mij. Zal ik ze even kijken of kunnen... Nee, dat kunnen we dus helaas niet zien. Maar ben je nog niet geabonneerd op hem? Doe dat dan even snel. Want hij is gewoon nog komisch. En hij doet ook spelletjes. En ja, hij is gewoon grappig. Ja. Dus gewoon even lekker abonneren op Enzo. En dan komt het helemaal goed. Nou, en waar... en vloggen met Ellen, daar kijk ik dus ook naar. Die mag nog wel abonnees krijgen. Ja, die doet het ook erg goed. Ja, kijk. Dan gaan we die even mooi te pakken. Oh, lekker Ellen. Komkommer. Maar ze maakt ook allemaal zelf producten. Allemaal zelf gemaakt. Allemaal eigen creaties. Een beetje doorzeppen. Kijk, zit lekker aan mijn bakje thee. Hoor ik lekker bij me. De andere hondjes liggen nog lekker te slapen. Ik ga ze zo heel even eten geven. En dan ga ik opschieten, want ik ga met Marcia naar Reza toe.
om naar de beker te kijken. Dus om een uurtje of 10 word ik opgepikt. Het is nu 8:30. Dus ik ga lekker mijn bakje thee opdrinken, een boterhammetje eten en dan mijn wassen aankleden. Een hele fijne dag. Weg naar Goes. Naar Slotspel. Ja, wat kan ik nog meer vertellen over Ellen? Ja, en ze leeft lekker met haar... ja, moet ik even kijken. Mag ik niet liegen? Nee, ik mag nooit liegen. Ja, beschrijving. Het is eigenlijk een hele korte beschrijving, maar ja. En ze doet het gewoon goed, mensen. Klaar. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, lees maar even zelf een beetje. Hoop ik dat dat lukt en niet al te veel streepjes in mijn beeld. Ja, een beetje erg, maar oké. Nee, maar Ellen, ja, dat is een hele fanatieke vrouw. Ze doet gewoon een hoop. Ze heeft ook laatst nog een challenge gedaan met geld. Dus ik wil eens een keertje ook wel met haar een challenge aangaan. Lijkt me ook wel grappig, want ook daar leer ik weer van. Iedereen. Dus ik zou zeggen, gewoon weer abonneren op het normale Hero. Staat dan een rood knopje. Gewoon abonneren en dan ook het belletje aan. Die had ik aan, maar nou weer. Oké, ook prima. Dus ja, daar gewoon eventjes een belletje aan. Kijk, want als je het belletje uitdoet, dan krijg je dus helemaal geen dingen. En nou wel. Dus gewoon even een belletje aan en even abonneren. Nou, waar ik dan ook nog naar kijk, dat is Melanie Sabrina. Hele mooie layout. Ze heeft nog 301 abonnees, dus die mag ook nog wel even lekker omhoog schieten. En ze is fotograaf, of dat vindt ze leuk om te doen. En dan zal ik zometeen ook nog eventjes een filmpje laten zien wat ze zelf doet. Nou, dit is dus een foto-impressie van haar. En dan ga ik even naar Melanie zelf. En ze heeft ook een katje. En dat je deze video wil bekijken. Ik ben Melanie Sabrina. En ik wil jullie vandaag wat vertellen over mijn haar. Aangezien ik daar heel veel complimentjes over krijg. Dat ik een ontzettend lang haar heb. En mensen zijn nieuwsgierig hoe ik het eigenlijk verzorg. Nou, eigenlijk niet iets speciaals of zo. Maar ik gebruik wel altijd hetzelfde. Dan scroll ik nog even door. Ik ga maar beginnen. Ik heb hier de André Loon shampoo. Staat iedere dag voor ieder haartype. En dit is dan de gewone shampoo zonder bloem. En dat is heel erg lekker. Wat pluizig haar. Maar in principe maakt het allemaal bij mij niet uit. Ik vind het zelf normaal haar. Er zijn allerlei. Ja, natuurlijk als je. Nou, ik zou zeggen, als je benieuwd bent, ga zeker even kijken. En dan abonneer weer eventjes op haar kanaal vanzelf, hè. Ja, en daarom is het ook de shout-out. Nou, en waar ik ook naar kijk, dat is Vera Camilla. Donderdag, zondag een beauty video. Want dat doet ze ook geweldig. Ja. Zal ik even laten zien. Een crème die zo intensief voelt. Ja, heel leuk. Reclames. Nivea Care, 100% voedend.
deze heb ik nog niet gekeken trouwens. Overigens. Alle vier nog niet. Eigenlijk. Moet ik ook nog even doen. Ik heb echt een jackpot geraakt. Hoi, ik hoop dat je zin hebt in een feestje. Ook al is het zondag, lig je misschien nu wel brak in bed van zaterdagavond. Ik heb namelijk wel een heel erg leuk feestje. Ik ben weer uitgenodigd voor een nieuwe pakketjesparty. Ik noemde het al even kort in make-up date van 2 weken geleden. Dat ik 2 weken een soort van vakantie zou nemen. In die periode heb ik eigenlijk lekker uitgeslapen. Ik heb ook het huis een make-over gegeven. Die is nog niet helemaal klaar. Dankzij jullie super leuke reacties en dat jullie meegedacht hebben, weet ik nog een paar dingetjes die anders moeten. Maar ik heb wel echt al even flink de bezem door het huis gehaald. De woonkamer is helemaal anders geworden. Daar kwam ook wel een video van online afgelopen donderdag. En ondertussen kwamen er nog steeds heel veel pakketjes binnen. En ik moest me heel erg inhouden om die... Nou, dan ga ik nog even doorscrollen. Oeh, dit ziet er heel mooi uit al. Alleen die doosjes al. Krijg je gelijk zin om na te denken over looks die hier liggen, maar speciaal voor me te doen. Ik zie hier inderdaad al wel volgens mij jou om mee te nemen in de tas. Oh, super leuk! Dit is gewoon net een flesje Dior, alleen dan zit hierboven een parel. Nou, dit doet ze eigenlijk dus altijd. En ze doet het geweldig. Ja, ik zou zeggen, ben je nog niet op haar geabonneerd en wil je even weer wat meer inspiratie doen van hoe je haar en andere leuke dingetjes, je make-up. Ik zou zeggen, dan raad ik aan om naar haar YouTube te kijken en te abonneren. En ben je via mij geabonneerd, laat het dan ook even hun even weten. Dan dat en dat zullen hun ook wel weer leuk vinden, ja toch? Dus... ik zou zeggen, gewoon even doen en laat ook even weer even weten in mijn reactie als je dus geabonneerd bent of hebt gekeken. Nou, dit was het alweer om een leuke, geweldige shout-out video te maken voor jullie. Volgende week is er weer een. Ik maak er elke zondag een shout-out voor jullie naar welke vlogs ik kijk. Dus ik zou zeggen, via deze vlog, nou leuk, ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal en doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. Ik zou zeggen, tot de volgende keer